de Sleewijkse jeugd bij dit bijzondere dorpsproject te betrekken, gaf Marcel van Maastricht op vrijdag 21 maart voor groep 8 van basisschool De Morgenster een lezing over de Altena-regatta. De gemeente Altena heeft gezegd, wij worden één gemeente, dus we gaan een leuk project organiseren. We gaan geld vrijmaken, want dat is natuurlijk heel belangrijk als je iets wil gaan maken, om een boot te bouwen. Elke woonkern, en dat is Sleerwijk ook, Werkennam is een woonkern, Almkerk is een woonkern, Nieuwendijk is een woonkern, Sleerwijk is ook een woonkern, mogen een boot gaan bouwen. En die boot die gaan we bouwen voor de Altenaregatta. Dit is zo'n boot. Dit is een skif. Een Sint-Eil-skif. Je kunt er met 4 mensen in en eentje is aan het sturen. Dat noem je de stuurman of de baks. En dit is ook een skif voor aan het strand, voor in de branding. Of een boot voor in de branding. Heel stevig ding, waar je heel makkelijk mee kan gaan roeien. Dus op de afgedaande Maas is het natuurlijk heel rustig, kun je heel makkelijk roeien. Ga je de Merwede op, met dit weer, het waait vandaag niet zo heel erg hard, maar als het heel hard waait, heb je best wel hoge golven op de Merwede en dan kun je lekker door de golven heen, dat is hartstikke leuk. Nu zijn wij al bezig met een hele grote groep mensen, 20 mannen en 1 vrouw, dat wil ik wel even benoemen. We hebben wel een vrouw in ons midden, dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Met een goed verzorgde PowerPoint en heldere uitleg werden de kinderen goed geïnformeerd. Om ze er echt bij te betrekken vroeg Marcel namens het skifteam Sleewijk om hun hulp. Maar wat ik van jullie zou willen vragen is het volgende. Wij hebben eigenlijk nog werkelijk geen flauw idee hoe we die boot moeten gaan noemen. Een boot moet een naam hebben. Ik wil het eigenlijk een klein beetje bij jullie leggen. En ik heb het al met die wijze Jacco erover gehad. Ik vroeg aan hem, heb jij een club mensen die een beetje creatief is? Nou, dat vond hij wel, dus ik heb er wel heel veel hoop in. Dus ik wil aan jullie vragen of dat jullie ons daarbij willen helpen. Wat hebben we nodig? Een naam, we hebben een kleur, we hebben ook een wapen, dat verklap ik alvast. En een boot moet te water worden gelaten. Dus we hebben ook een te waterlating nodig. Ik zou niet weten waar we dat moeten doen. Ik kan hem wel in de Merwede gooien, maar ja. Dat vind ik niet zo erg origineel. Misschien dat jullie daar ook over na willen denken. Wie zou nu uit zijn hoofd zomaar een naam kunnen roepen? Meerkoet. Meerkoet. Millie. Millie. Stijn. Hugo. 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 Oh ja. Poederrooien. Hugo. Ja, ja. Het enthousiasme bij de kinderen was groot. Marcel sloot zijn lezing af met de video van de kiellegging door de burgemeester in de feestlocatie bij de Hubo. Daarna had hij nog een leuke verrassing voor de kinderen. Bouwplaten. Ik weet niet of er die mensen zijn die het leuk vinden om bouwplaten te maken. Deze kun je helemaal uitknippen, uitsnijden. Die kun je al een kleur geven. Hierin zie je ook heel goed waaruit zo'n boot bestaat. Maar hier zou je al kunnen gaan bedenken, nou, wat voor kleur zou het kunnen gaan worden. En wat voor naam moet erop komen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie met hele leuke ideeën komen. Wij zitten er in ieder geval enorm op te wachten. En ik hoop dat dat ontzettend leuk gaat worden. Nou, bedankt voor deze tijd. Nou, applausje voor Marcel. Leuk.